Hij wordt als voetballer 10 keer landskampioen. Wint 3 keer de Europa Cup. En hij leidt Nederland naar de finale van het WK voetbal in 1974. Hij speelt voor clubs als Ajax en FC Barcelona. En hij wordt 3 keer uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa. De beste Nederlandse voetballer aller tijden, Johan Cruijff. Het verhaal van Johan begint in 1947, hier in de Amsterdamse buurt Betondorp. En tot zijn 12e woont hij dan hier op de Akkerstraat nummer 32. Zijn ouders hebben een groentewinkel en hier aan de voorkant van het huis worden de groentes verkocht door de familie Cruijff. En aan de achterkant, daar wonen ze. Johan, of zoals zijn moeder hem noemde, Jopie, was liever buiten aan het voetballen dan dat hij binnen bezig was met zijn huiswerk. En er waren nog nauwelijks auto's over de straten, dus dat kon ook makkelijk buiten. Als hij de bal niet had, stond hij meestal een beetje chagrijnig bij, met zand in zijn zakken. Ook als het regende moest er gevoetbald worden. En weer of geen weer, de poortjes in de buurt zijn perfect om de techniek te oefenen. Veel van zijn jonge jaren brengt hij hierdoor, ongeveer 200 meter van zijn huis op het veldje naast de speeltuin. En nu staat hier een zogenaamde Cruijffpoort. Dat is een voetbalveld van zijn eigen foundation, waarvan er over de hele wereld meer dan 200 zijn. En Johan was misschien kleiner dan de andere jongens. Met zijn gekke, onafvolgbare acties en onvoorspelbare dribbles was hij alle grotere, oudere jongens de baas. En hij had misschien kleine beentjes, hij wist bijna alle tackles te ontwijken, dus een natuurtalent. Op loopafstand van zijn huis, daar ligt Stadion de Meer. En tot 1996 is dit het stadion van Ajax. Als er bij een van de jeugdteams een speler te weinig is, dan vraagt ze wel eens aan Johan of hij wil meespelen. En natuurlijk zegt hij dan ja. En brutaal en eigenwijs dat hij is, vertelt hij de oudere jongens ook nog eens wat ze moeten doen. Ja, de trainers bij Ajax zien al snel het uitzonderlijke talent van Johan. En op zijn 10e verjaardag wordt hij lid van de club. Zijn beste verjaardagscadeau ooit. En vanaf dat moment gaat het in een razend tempo. Zoals een oud jeugdtrainer bij Ajax zei, het enige wat ik Johan nog kon leren, was wat discipline was. En dat hij af en toe even zijn klep dicht moest houden. Als Johan in 1964 17 jaar is, maakt hij zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. En hij scoort ook gelijk zijn eerste doelpunt. Het is het begin van een glansrijke carrière. De kleine Jopie groeit bij Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal uit tot een van 's werelds beste voetballers. Hij speelt zelfs een seizoenetje mee bij Feyenoord en ook daar gelijk kampioen. Dus een geboren winnaar, dat was het zeker. Op 24 maart 2016 overlijdt Johan Cruijff. We zullen hem niet snel vergeten. De beste Nederlandse voetballer aller tijden. Johan, bedankt.